Onderwijsminister Henry Ory die is er op deze woensdag ingegaan op een aantal vragen van journalisten. Dat gebeurde voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering. Zo is er aan de minister vragen gesteld over de acties van Visa Stree, welke toch teleurstellend is geweest, vooral wat betreft de opkomst van de leerkrachten. Maar desalniettemin zijn er problemen daar, welke opgelost dient te worden door de regering, CQ het onderwijsministerie. Verder is er met de minister gesproken over een update, hoe het zit met schoolvervoer en hoe het is met start van het onderwijs over pakweg 3 weken. U hoort onderwijsminister Henry Ory. Nou, er is van alles aan de hand in ons land. Meerdere beroepsgroepen hebben problemen met financiën, maar daar ga ik niet over. In de eerste plaats hebben wij afgesproken in de regering dat er een onderhandelingsteam wat betreft financiën betreft, waar de minister van Financiën, minister van Arbeid en minister van Binnenlandse Zaken bij elkaar zijn met de vakminister. Dus we hebben, dit is een bekende gedachte. Vanaf ik aanzit, ongeveer 4 maanden weet ik dat, dat er ontevredenheid over de salariscomponenten is. Men heeft eisen ingediend die billijk en onredelijk zijn in mijn ogen, ook voor de regering. Hoe ga je het betalen? Dat speelt bij meerdere beroepsgroepen, maar dat is op het niveau van de regering. Ik betreur het nog steeds, maar we zullen als regering blijven kijken naar mogelijkheden om een tegemoetkoming te bedenken. We zien bij de leerkrachten inderdaad veel problemen rond transport. Nu heb je vakantie nu en ze genieten van hun vakantie, wel verdiend. We gaan een situatie krijgen begin oktober dat de prijzen van benzine en al dat soort aspecten spelen een rol. Voor zover transport zullen we kijken hoe we via schoolbussen dat kunnen oplossen. Deels. En andere tegemoetkoming, daar gaat de regering met overleg met de andere ministers moeten kijken wat er mogelijk is. Maar er spelen meer dingen bij andere beroepsgroepen. De koopkrachtsversterking is tot eind van dit jaar afgesproken. Is er al gekeken naar volgend jaar, hoe jullie in elk geval de samenleving wil gaan helpen, want zoals u heeft aangegeven, meerdere subsidies worden afgebouwd dit jaar nog. Prijzen gaan omhoog. Hoe gaan jullie dus, is dat al besproken? Ja, het is besproken. Men kijkt nu naar, met de minister van Financiën en de prijs kijken naar middelen hoe wij nog eens 6 maanden kunnen verlengen, want het is noodzakelijk gebleken. Het gaat erom dat we de financiën even goed moeten bekijken, maar de intentie van de regering is gewoon verlengen met nog eens 6 maanden. Ja, minister, kunt u ons een update geven over schoolvervoer? Na uw ontwerpen die je hebt gedaan over accommoderen van friends en family en ja, hele ramslang. Nou, het onderzoek is in volle gang op dit ogenblik. En je weet, mijn moeder zei altijd, een kip die is aan het broeden moet je niet storen. Ja? Dus wat belangrijk is dat de commissie rustig zijn werk doet. Er is een accountant erbij. Er zijn 2 mensen, zijn interviews met de busouders is aan. En ik ga voorlopig mij niet wagen om uitspraken meer te doen. We doen onderzoek naar school- en bootvervoer om dat systeem weer beter in te passen en kijken wat voor data boven water komt. Maar er zijn een paar misstanden, al geconstateerd, dat heb ik gezien en gehoord. Maar ik zal even rustig het rapport op dit ogenblik, even geduld. En hoe verloopt de voorbereidingen? Voor zo'n vlotte start, straks in oktober, voor het onderwijs? Nou, op het ogenblik zijn we natuurlijk goed aan het kijken welke routes er nu bestaan en welke nieuwe routes er moeten komen. De inschrijving voor de buskaart is volledig aan de gang nu. We hebben deels geautomatiseerd, maar deels hadden we weer rijden aan de Jesserestraat. Het is de bedoeling dat we steeds vriendelijker worden, dat de mensen natuurlijk via de ICT of een app de gegevens kunnen doorgeven, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid, dus het is daar een stukje verbeterd, maar dat zijn de voorbereidingen nu treft. Complexer wordt het omdat je op een aantal routes ook dus de leerkrachten gaat moeten vervoeren, of je moet het doen met meer bussen of in 1 bus moet je mixen zowel leerkrachten op de routes. Dus
dat is wat ingewikkeld, dat wordt nu voorbereid, ja. Ja, om even terug te komen op de vraag die mijn collega net stelde, die niet over de staken de leerkrachten. Ze hebben het gisteren weer naar voren gebracht, dat van aspect van doorstromen. Ja. Is dat wel goed gecommuniceerd? Wordt daarover wel goed gecommuniceerd met leerkrachten, wanneer zij er zelf vraag niet eens achter plaatsen? Nou, kijk, dat verhaal van het doorstroom hebben gezegd dat we voor 1 oktober toch voorstellen gaan doen wat we gaan doen. Met nieuwe instructies voor het nieuwe schooljaar. Dat is nu in voorbereiding van op mijn ministerie. We zullen ruim voor de school beginnen. Dat zijn de komende 3 weken komen met instructie. Er is informatie inderdaad dat we toch wel inderdaad wat condities moeten bouwen, wat veiligheidskleppen en dat doorstromen niet zonder meer gaat gebeuren zoals men denkt dat het nu gaande is. Er is een leerles binnengekomen, we zijn dat nu aan het structureren. Er komen instructies van het ministerie. Ja, en we hebben ook de beelden mogen zien van lange rijen voor de leerlingen, ja, de inschrijving van de leerlingen voor de technische scholen. Ja, er is inderdaad door die met name de doorverwijzing van 10 naar 11 krijgen we voor klas 11 wat verschuivingen. Er zijn inderdaad wat uitdagingen, wat problemen die we gaan zien bij met name LBO. Dat je een grote groep is verwezen en er zijn niet genoeg scholen. We gaan dat proberen op te lossen per situatie. Het zal wat rumoerig gaan de komende weken, maar dat is heel normaal in het nieuwe schooljaar. Dit is wat extra, we zien inderdaad wat problemen en dat zal zich nog even voortzetten. Toch een stukje van oktober, wanneer de school al is gestart. Maar dat kan je gaat nu pas zien waar die knelpunten zijn. We zien veel knelpunten in het zuidelijk deel van Paramaribo. Noord is nog gebalanceerd, maar we hebben grote stromen van leerlingen. Vooral het VOJ, dus wat betreft dus leerjaar 11, dat is waar. Ik zal het niet ontkennen. Ja, en we hebben ook vaker gehoord wat je zegt, elk kind telt. Ja, minister. En we hebben nu de inschrijvingen gehad op de scholen. Kan men nu aan een conclusie trekken van dat werkelijk elk kind telt? Hebben ouders en kinderen toch wel ingeschreven? Of vanwege de situatie dat kinderen nu toch niet verder naar school zullen gaan? Ja, dat... Kinderen gaan altijd naar school gaan bij ons. Het gaat erom dat het niet altijd een luxe is in ons land dat ouders zelf kunnen bepalen op welke school hun kind zit. Omdat gewoon, we hebben schaarste aan scholen, dat moeten we beter gaan plannen in de toekomst. Er is een groei demografisch van jonge kinderen. Ik zeg, er zijn knelpunten in Paramaribo Zuid. We moeten meer scholen gaan plannen. Bij meer scholen hoort meer leerkrachten en voorzieningen. Dat soort zaken moeten we gaan organiseren. En we zullen natuurlijk het uitspraak blijven handelen dat kinderen allemaal op school horen te zijn en die knelpunten individueel zullen we per situatie bekijken. Ik zeg, ik heb het overzicht niet in 1 keer, maar wij hebben als uitgangspunt geformuleerd dat de kinderen tellen en dat wij voor elk kind moet naar school weer die leerplichtig is. En wij proberen op maat oplossingen te vinden. Dat gaat niet morgen, overmorgen, maar het systeem gaat zich... Tot ver in eind oktober zullen we nog wat irritaties hebben in het systeem. Wat ouders willen het liefst op een favoriete school, dichtbij hun woonomgeving. Dat is niet voor iedereen helaas mogelijk. Wat betreft het uitgangspunt, elk kind telt, is een streven van de regering. Maar de realiteit is dat in Suriname, als je bijvoorbeeld kijkt naar het binnenland, dat wij die garanties niet kunnen geven altijd, omdat we zien hoeveel knelpunten we hebben. We hebben kleine dorpen, grote dorpen, maar wij zijn niet in staat bijvoorbeeld het binnenland helemaal te voorzien van scholen, omdat je knelpunten hebt met faciliteiten, met internaten, met leerkrachten. En, maar het blijft het uitgangspunt dat wij, elk kind telt betekent dat wij meer letten op dat kinderen die aandacht krijgen op school om hun talenten optimaal te exerceren en dat we als opvoeders, zowel leerkrachten en ouders, moeten proberen het kind te begeleiden naar die volwassenheid. En dat is het. Maar als je die stelling zo poneert, is er heel veel werk in binnen de Republiek Suriname nog. Op deze formula's uitgangspunt, elk kind telt 100% natuurlijk te implementeren. Dat moet ik toegeven. Het zijn politieke doelen, politieke strevingen, ook van de UNESCO, die zegt, u moet als staat, als regering in staat zijn, elk kind in ons land die mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien op de optimale zet. Dat is de boodschap die wij moeten uitvoeren.
Ik moet zeggen, wij zijn niet op die 100% formulendag, maar je moet er naartoe werken. Minister, behalve de leerkrachten, de uitdagingen die leerkrachten ervaren om dus naar school te kunnen gaan en hun werk te kunnen doen, merken bepaalde ook dus dat ouders met uitdagingen zitten, of financiële uitdagingen, om hun kinderen optimaal naar school te kunnen sturen. Vooral in het midden van de maand wanneer ze weinig geen centen hebben. Om de kinderen busgeld te geven. Heeft u dit besproken met de minister van Sociale Zaken om hier kunnen opgaan? Er zijn gesprekken gaande. Er is nu koopkrachtversterking is aan de gang. Die 2500 krijgen mensen. Men kan 1800 krijgen. Er zijn allerlei elementen waar die regering moeite doet om toch te moeten komen. We moeten kijken hoe we extra misschien de bedragen moeten verhogen op een aantal aspecten. Maar het is zeker bedoeld als een stukje steun in de rug van ouders die het moeilijk hebben. Maar ouders moeten ook goede keuzes maken om die budgetten beschikbaar te hebben voor hun kinderen. Ik begrijp het, bij de ene is het makkelijker, bij de andere is het problematisch met afstanden, meerdere bussen, eten. Die dingen weten wij. Maar we moeten het gaan zoeken in het bestedingspatroon en een beetje wat meer uitkeringen geven. In de zin van die koopkrachtversterking moet misschien opgetopt worden, dat soort zaken. Maar de regering doet moeite. Het geld is niet voor de hand. Elke keer, je gaat keuzes maken. Wij als ministers moeten elke week, elke maand keuzes maken om ook zaken te betalen. Dat is dus het probleem. We moeten nog een paar maanden of minstens een jaar nog door het zwaar programma van het IMF. We moeten subsidies aanschaffen. Alleen om deze economie weer beheersbaar te maken. Iedereen moet een beetje meewerken. De buikriemen dus strakker te trekken, dat is waar.